Welkom bij weer een nieuwe e-sport nieuws. Afgelopen week is de LCS afgelopen, heeft iemand een heel groot Smash toernooi gewonnen en gaan we kijken wie de wereldkampioen is geworden bij Halo. En deze week weer een verrassing. Niet met Tom, niet met Peter, maar met... Lennart! Hey Lennart, lukt die ook? Ja, je wisselt gewoon de Brabanders af eigenlijk. Eén groot Brabants feestje. Heerlijk. Ongelooflijk. Ik heb gehoord dat jij natuurlijk wel gewoon heel veel weet van e-sports. Niet heel veel, maar wel meer dan Peter, denk ik. Maar dat lijkt me niet zo heel moeilijk. Ja, toen ik net vroeg wie de hele wereldkampioen was geworden, had je in ieder geval één letter goed van het team. Ja, inderdaad. Dus in ieder geval meer dan Peter, inderdaad. En ik wist met hoeveel. We beginnen zoals altijd met League of Legends. Want de League of Legends, de Spring Split, is afgelopen. Dat betekent dat Europa en Noord-Amerika zijn klaar met wedstrijden spelen. En we gaan ook kijken, ze gaan nou de finale spelen, zeg maar. Nummer 1 tegen nummer 2 en nummer 3 tegen nummer 4. Van allebei de competities? Los van elkaar. Los van elkaar, ja. En daar komt wel één grote winnaar uit. En dan krijg je een top 4. Mm-hmm. En daar worden de punten onder verdeeld. En degene met de meeste punten, die mag straks naar het... Naar het World Championship. Oké, helemaal goed. En het fijne, of in ieder geval het leuke is van Europa, dat G2, dat is een team, die zat vorig seizoen in de Challenger. Dat is zeg maar een beetje de Jupiler League. Als je vergelijkt met voetbal, zeg maar. Dat is de hoofdcompetitie, maar die eronder. Die waren toen gepromoveerd en die zijn deze keer in Europa zijn ze kampioen geworden. Echt een beetje de Leicester City van... ja, precies. Van, en als we het toch over voetbal hebben, de Leicester City van de LCS? Ja, is het? Okay, ja top. Goed. Vaak. En in Amerika is eigenlijk zoals we al verwacht vanaf het begin Immortals kampioen geworden. Ze zijn ook een nieuw team, maar ze zijn allemaal bestaande spelers. Meestal Koreanen en Europeanen die zeg maar bij elkaar gestopt hebben. En die hebben maar één wedstrijd verloren in het seizoen. Ja, dat heb je vaker gezegd, dat er in Amerika heel veel Europeanen en Koreanen spelen. Maar zijn er ook... Wat is een beetje de verhouding? Hoeveel Amerikanen zitten er zelf? Ik denk ongeveer 40%. Maar dan zou ik even moeten kijken. In ieder geval, Huni scoorde tijdens de laatste wedstrijd ook nog eens een keer een mooie pentakill om het seizoen goed af te sluiten. Yesterday as well, so they're showing those new things they talked about. And now they can back it up, but Kenfang and the team back up the unstoppable force. The HP bars are now telling the same story. Immortals is running right over them. Huni with the face dive. Huni with the quadra. The fall. Is it going to be the penta? Huni in the final game of their spring split gets a penta kill. And Immortals are going to take the base. They're going to take that accolade of a quadra kill for the top lane Echo Huni. And they're going to take... En als laatste nog over League of Legends. Giants, een team wat eigenlijk al helemaal onderaan staat in Europa. Die heeft, vorige keer hebben ze 3 spelers vervangen. En nou hebben ze gezegd, we knikken er nog eentje uit. Dus hebben ze nog maar 1 speler over van het originele team. Dat is X-Peppy. En ze hebben de support Godfred vervangen met Hustlin. En daarnaast zei je in de aankondiging ook iets over een heel groot Smash toernooi. Dat klopt ja. In Amerika was afgelopen weekend de Battle of the Five Gods. Zo. Klinkt wel episch hè? Dat is een echt een heel epische naam. Ja. Hungrybox heeft deze gewonnen en die heeft maar liefst $13.000 in prijzengeld gekregen daarvoor. Ja, die kan wel eventjes lekker op vakantie dadelijk. Het was apart dat Armada, een hele bekende Smash-speler, die heeft volgens mij sinds 2015 heeft hij geen enkel toernooi meer verloren. Die is niet in de top 2 geëindigd. Niet? Nee, dus dat was eigenlijk de grootste upset van heel het weekend, dat hij gewoon meteen eruit geknikt was. Oké, dan eventjes een sportvraag, waaraan lag dat? Gewoon, is hij zijn geluk kwijt of deed hij het daadwerkelijk minder dan voorheen? Nee, is niet echt. Ze deed het gewoon altijd heel erg goed. En het is een beetje, altijd een beetje spannend. Hungrybox heeft hem volgens mij al een keer eerder verslagen tijdens Dreamhack Winter volgens mij. Maar het gaat elkaar een beetje op en af, weet je. Dan wint hij, dan wint hij, dan wint hij, dan wint hij. Dus het is een beetje... Dat is het? Oh my god. Great smash guy. Or maybe he missed. Oh, and that was inches away from Matthew's stock. Next hit. Next hit's gonna do it. Oh, the double! Oh my god! Oh my god. So what happens if that's sudden death? I really want to see what it says game and they both die. En er was ook nieuws over Hearthstone. Dat klopt ja, want ze gaan de e-sport een beetje aanpassen. Mm-hmm. Normaal was het altijd dat je 5 verschillende decks mocht kiezen. Maar dat gaan ze nou opschuiven, opkrikken naar 7 decks. Oké. Okay. En 1 ban. Dus dat betekent dat mensen met veel meer verschillende karakters gaan spelen. Dus meer diversiteit en meer echte skill, zeg maar. Kun je ook winnen met minder goede decks. Oké, en hebben die decks dan ook, zeg maar, ieder zijn eigen kwaliteit? Dat de een meer aanvallend is, de ander meer verdedigend? Ligt eraan hoe je hem bouwt. Er zijn verschillende mogelijkheden en het gaat er eigenlijk om, het wordt een tactisch spelletje om te kijken hoe dat tegen elkaar uit. Ja, dat was het natuurlijk al. Dat was het al, redelijk. Maar nou nog meer. Oké, tof. Het laat in ieder geval wel zien dat Blizzard nog steeds bezig is met de ontwikkeling van Hearthstone. En dat ze kijken hoe ze het naar een hoger niveau kunnen tillen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Daarnaast hebben we trouwens ook nog nieuws over Smite.
Ken je dat? Ja, zeker. Ja? Dit is een soort van League of Legends van Microsoft zelf. Ja, maar dan ook op de PlayStation en de Xbox en dat soort dingetjes. Epsilon, een team wat eerst challenger is geworden, daarna wereldkampioen, die laat zijn team gaan. Echt? Het hele team? Ja, ik vond het heel raar, persbericht, ze hadden op de website hadden gezegd van hé, we zijn nog steeds hele goede vrienden samen, maar het is tijd om uit elkaar te gaan. Het is een beetje hetzelfde als twee celebrities uit elkaar gaan. Ja, precies. Het is een beetje raar, want waarom laat je in hemelsnaam een team wat wereldkampioen is gaan? Ja. Ik bedoel, als je de hele dag niks pakt en van de sport. Ja, dan snap ik het wel. Ja, precies. Maar als je wereldkampioen bent, maar gaat het hele team dan ook gezamenlijk ergens anders heen? Of blijven die? Dat is nog niet bekend. Gaan die los? Oké. Dat is nog niet bekend. Ik neem aan dat ze samen blijven, maar we gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. En over de nieuwe spelers? Ze laten Smite gewoon helemaal gaan. Echt? Gewoon helemaal weg. Apart, hè? Ja, dat is heel apart. Ja, ik ben ook benieuwd. We gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. Waarschijnlijk volgende week meer. Ja, inderdaad. Ja, en dan natuurlijk de crème de la crème, want de World Championship Halo is gespeeld. Is gespeeld. Dat klopt, ja. En gewonnen door CLG. Nou, supergoed, toch? Ja, weet inderdaad. Je hoeveel ze hebben gewonnen? Ja, ik zei straks 4-0 en dat dacht ik ook te zien op Twitter. Nee, maar hoeveel geld ze gewonnen hebben? Dat was heel veel. De runner-up had 500.000. En de eerste dus 1 miljoen, dacht ja, ik. Klopt, ja, klopt, ja. 1 miljoen, dat is veel. Ja, inderdaad. Voor de eerste wereldkampioenschap. Wil ik ook wel een paar potjes heel over spelen. Ja, ik wou net zeggen, dat is geen probleem. Het was een beetje een spannende wedstrijd, omdat de eerste capture the flag eindigde in een gelijk spel. Dus die moest opnieuw doen, ook een overtime zeg maar, dus moest opnieuw gebeuren. En sindsdien heeft CLG eigenlijk niks meer uit handen gegeven. Ah, tof. Dat hebben ze wel gaaf gedaan. En op de World Championship, dat was gisteren. Ja, van het weekend. Van het weekend wordt maandag opgenomen. Hebben ze ook een trailer laten zien voor nieuwe modus voor Halo 5 Guardians. Die heb ik alweer niet gezien. Die heb jij dan weer niet gezien, maar daar heb ik wel op gelet. Dat is de Warzone Firefight. Oké. Okay. Dat is een beetje te vergelijken met, ja, bijna elke shooter heeft het tegenwoordig wel. Het is een beetje een horde modus. Je krijgt 5 waves van tegenstanders. Oh, dat is wel gaaf. Waarbij je tot en met 8 spelers samen kan spelen. Om die hordes van steeds moeilijker wordende vijanden te verslaan. Dat vind ik altijd vet. Dat gaat waarschijnlijk deze zomer gaat dat gebeuren. Dan komt het naar Halo 5. Nice. Dus wellicht tot daar ook een keertje. Dus waarschijnlijk, nou, ik weet niet. Het is niet competitief, nee, maar. Weet je, als ze spelen dan heel veel Capture the Flag en dan weer andere. Het is leuk als voorprogramma. Ja, precies. Ik zou wel een potje. Hoort ook zombies trouwens? Nee, gewoon normale Covenant. Ik ben wel fan van zombies, weet je wel. Als je zombie waves. Misschien dat als je 343 Studios nou eventjes een berichtje stuurt. Zeggen van, hey jongens, ik wil die opscheppen maken. Maak er zombies van. maak er zombies van. Ja, precies. Kopzoon. Goed, dat was het weer voor deze week. Volgende week zit je weer met Peter, je oude vertrouwde metgezel. En we gaan kijken wat het nieuws voor dan is. Ja, inderdaad. Goed, wat vond je ervan deze week? Ik vond het tof om te doen een keer. Ja? Ja, eindelijk. Nou, gelukkig heb ik in ieder geval iedereen gehad bij GamersNet. Ben ik nou de bedrijfsslet? Ja, inderdaad, maar dat was je al. Vond je me beter dan Peter? Ja, ik denk Peter. Stukken beter. Aankomende week. FIFA wordt uitgezonden op tv, hè? Ja, inderdaad. Het eerste e-sports toernooi in Nederland dat uitgezonden gaat worden. Nou ja, aankomende week, als het item online komt, dan was het gisteren. Echt waar? Ja, inderdaad, want het item komt woensdag online en het is morgen. Ja, het wereldkampioenschap FIFA, je hebt gelijk. Inderdaad. Ik ben benieuwd. Ik ook. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Klik op de vorige video aan die kant of anders aan deze kant. En laat altijd een berichtje achter of een like. Of een duimpje. Of een duimpje vooral. En abonneer. En abonneer ook. En kom naar Gamers.nl. Sowieso. Bedankt voor het kijken. Joe.